Dan niet met honderden tegelijk dit jaar in de grote festivaltent en niet met ons leuke kleine camperbusje op het kampeerterrein het Halse Hul, maar er is wel Pika. Pika digitaal totaal. Kijk, dat is nou 2020. 2.0, 2.0 of 1.5 als het ware. Toch zullen we elkaar hopelijk weer snel ontmoeten. Direct naar Pika op 1 juni. Gaan onze natuurvriendenhuizen weer open, stukje bij beetje. En ook de afdelingen en de werkgroepen zullen hun activiteiten weer oppakken. Creatief, enthousiast, zoals altijd. Op weg naar de toekomst. Kijk, ook dat is Nivon, totaal. Tot ziens. Welkom op Pika 2020. Door alle omstandigheden kunnen we helaas niet op de Halse Hul met elkaar zijn. En daarom heeft de Pika-commissie heel erg hard gewerkt de afgelopen weken om voor jullie toch Pika digitaal bij jullie te brengen. Er staat jullie van alles te wachten. Maar voordat we daarmee aan de slag gaan, beginnen we, zoals we het ook op de Halse Hul zouden doen, met de huishoudelijke mededelingen. Ja, en dat is altijd mijn taak, hè, om die te zeggen. Nou, gelukkig hebben we er niet zoveel, want jullie hebben allemaal je eigen huishouden. Maar het is wel fijn om te weten hoe we het gaan doen dit jaar. Zoals je misschien al gezien hebt, hebben we een blokkenschema. In de ene kolom zie je wat we allemaal streamen met de tijden erbij. Sommige dingen zijn live, sommige dingen zijn opgenomen. Je kan in ieder geval alles nog op je gemakje nakijken. Mocht je toevallig aan het eten zijn of een boodschap doen. Aan de andere kolom zie je alles voor de kinderen en voor de jeugd. En dat hebben we op de website gezet. Dus je kunt eigenlijk alles volgen. Nou, wat hebben we allemaal zoal? We hebben lekker de vaste onderdelen. We hebben die Dubravka waar je mee kan zingen. We hebben Koos die de podcast speelt. We hebben de band. Je kunt voor kinderen knutselen en voor volwassenen knutselen. En eigenlijk nog veel meer. Dus kijk in het blokkenschema. En heel veel plezier. Doeg! Hoi allemaal, ik ben Celine. Ik ben werkzaam op het landelijk bureau van Nivon en hou me bezig met Nivon Jong. Leuk dat jullie allemaal meedoen met de Pika at Home editie, oftewel de digitale editie van Pika Festival. Dat is natuurlijk wat anders dan voorgaande jaren, waarin we allerlei leuke live optredens hadden, samenkwamen en genoten van al het moois wat Pika ons te bieden heeft. Zoals optredens, workshops. Vorig jaar met Nivon Jong hadden we een mooie silent disco onder een sterrenhemel. Maar desalniettemin gaan we natuurlijk Pika toch een beetje bij je thuis brengen. En we hebben ook een aantal leuke activiteiten online voor jongeren en voor jullie allemaal. Zo gaan we met Nivon Jong dit jaar online bootcampen. We gaan lekker yoga, dus we blijven lekker bewegen. Maar we gaan ook de natuur in. We gaan met een bushcraft master gaan we leren en meelopen door het bos over alle bruikbare producten en planten in de natuur. Dus natuurlijk hoop ik allemaal dat jullie met ons meelopen live de natuur in. Verder was natuurlijk op Pika heel speciaal dat de internationale jongere natuurvriendenbeweging er was. Ze waren een aantal jongeren uit verschillende landen op Pika Festival vorig jaar. Dat was zeker van toegevoegde waarde. We konden netwerken, we konden elkaar leren kennen. Het was natuurlijk hartstikke goed om het toch een beetje internationaal karakter te geven. En dit jaar zullen ze ook een bijdrage leveren. Dus ik zou zeggen, geniet allemaal van de Pika online editie. En we hopen volgend jaar weer alle leuke activiteiten in het echt door te kunnen laten gaan. Wat in ieder geval veel leuks in petto. Heel veel plezier met Pika online en ik hoop jullie daar allemaal te zien.